Ja, Giovanni, de trainer van ADO, die zegt wij kunnen tevreden zijn, wij kunnen leven, zei hij, met een 2-2. Hoe zit dat bij jou? Kun je tevreden zijn met een punt hier of kan dat eigenlijk nooit? Nou, ik denk niet dat je tevreden kan zijn met een punt vandaag. Ik denk dat we de wedstrijd niet goed beginnen. We weten dat ADO fel wil beginnen, wat ook gebeurt. En ik denk dat wij de 1-0 cadeau geven met de keuzes die we op dat moment maken. Op achterstand komen door een geweldige vrije trap. Daarna langzaam weer in de wedstrijd groeien. De controle krijgen. En uiteindelijk net voor de rust op het juiste moment de goal maken. En eigenlijk de tweede helft geven we daar een vervolg aan. Met eigenlijk de wedstrijd onder controle. Je komt verdiend voor. Kan al in de eerste 2-3 minuten al 2 keer scoren. Maar uiteindelijk kom je, denk ik, verdiend in die fase op voorsprong. En moet je eigenlijk op zoek gaan naar de 3-1 en zorgen dat je geen goals meer tegenkrijgt. En dat gebeurde wel. Natuurlijk met de penalty en ook met de rode kaart. Ja, dan weet je dat je verder naar achteren moet. Dat je niet meer dicht op de goal van ADO kan spelen. En je moet wachten op een kans die eventueel nog kan komen. Nou, ik denk dat met de kans van Orkun Kokcu daar een hele mooie kans was net voor tijd om nog de overwinning hier te behalen. Wat voor ons natuurlijk het uitgangspunt was. Maar uiteindelijk, als je heel de wedstrijdverloop bekijkt, denk ik wel een terechte uitslag. Maar ik denk dat we daar niet tevreden over zijn. Zit in jouw verhaal ook dat je Geertruida dus brengt om in ieder geval sowieso een punt te behouden en dan kijken waar je dan toch nog gevaar kan stichten? Nou, voor mij gaat er een bek uit, dus dan moeten we weer een bek erop zetten. Ja, maar er gaat ook een aanvaller op dat moment uit en die wissel is, denk ik, om dat risico weer in te perken dat je ook nog verliest na die 2-2. Nee, het gaat niet om je wint of verliest, het gaat om dat je de balans in je elftal goed maakt. We maken de balans op, hè. Heel 2018 zit er ook op. Hoe kijk je dan terug naar dat hele jaar, deze wedstrijd daarin ook meegewogen? Het is een lang jaar geweest met natuurlijk de bekerwinst, Johan Cruijffschaal gewonnen en uiteindelijk dit seizoen natuurlijk teleurstelling. Een aantal momenten, niet kwalificeren voor Europa, natuurlijk start van de competitieverlies bij de Graafschap. Dus in dat opzicht was het een seizoen met pieken en dalen. Zie jij nog het perspectief, laatste vraag tenslotte, zie je nog het perspectief om 2019... beter te laten verlopen, nog beter te laten verlopen dan 2018? Ik zie altijd best wel. Ja, omdat je, als je kijkt naar de stand, ja, het gat naar onder is groot, het gat naar boven is ook groot. En ja, je staat bijna in een soort niemandsland, lijkt het. Ja, maar ik denk dat wij niet de enige daarin zijn. Ik bedoel, het is één koploper, dat klopt. Nummer 2 die daar kort achter zit en wij zitten daar weer een afstand vandaan. Maar uiteindelijk willen we zo hoog mogelijk eindigen en dat blijft... Tot nu toe blijft dat ook niet zo.